Het is nu nog moeilijk voor te stellen, maar straks ligt hier een prachtig nieuw station. Het station moet voor een snellere verbinding zorgen met Arnhem en de Achterhoek. De komst van het treinstation is een verrijking voor de mobiliteit van de inwoners van Westervoort. Wat een waanzin, wat een hoogmoedwaanzin. Waarom? Een hele goede busverbinding hebben we hier. Er is al een treinstation in Duiven en dat loopt al niet goed. En ik denk dat dingen daardoor alleen maar trager gaan lopen. Ik woon heel dicht bij de bushalte, dus lijkt me de bus makkelijker. Nou, het is toch fijn als je kan kiezen. Degene die graag in de bus zitten, kiezen de bus. Degene die graag in de trein zitten, die pakken de trein. Naast ProRail ziet de gemeente Westervoort ook alleen maar voordelen in het nieuwe treinstation. Een hele mooie voorziening om snelle verbinding te krijgen tussen bus en trein. En ja, gewoon de mobiliteit te vergroten voor de mensen van Westervoort. Maar wat betekent het voor de mobiliteit van de andere treinreizigers? Het spoor Arnhem-Winterswijk heeft al veel stations en ook een lange geschiedenis van vertragingen. Geeft het nieuwe treinstation geen extra problemen? 100% garanties zijn er nooit te geven in het leven. Maar er wordt alles aan gedaan om te zorgen dat het gaat functioneren. Er zijn nog steeds mensen die daarin geloven. Toch kunnen we eindelijk makkelijk doorrijden. Gaat het sneller dan de bus? Ik ga het hopen. Eind dit jaar is het station klaar voor de reiziger. En heeft Westervoort sinds 1936 weer een nieuw treinstation.